Hallo sportievelingen, vandaag technische tips voor beginners, dus blijf kijken. Hey, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Dave van Hardloopschool Running Holland in Amsterdam. Dit kanaal helpt je om een betere en snellere hardloper te worden. En daarnaast zorgt ervoor dat je minder snel geblesseerd raakt. Er zijn drie accenten die ik beginnende hardlopers wil meegeven. Accent 1, loop vooral langzaam, maar wel met een hoog pasritme. Het voordeel van accent 1 is dat je het langer kunt volhouden en eerder in de trance komt. Accent 2 voor beginnende hardlopers. Doe de technische accenten in de juiste mate. Dus als je knieën meer optilt, knie iets meer omhoog en niet veel meer omhoog. Hakken niet veel meer omhoog, maar iets meer omhoog. Armen niet heel ver naar achter, maar iets verder naar achter. Nu zie je dat mijn knieën te hoog gaan. Dan hou ik niet vol. Nu zie je dat mijn knieën in de juiste hoogte gaan. Dus het is wel voordelig en ik hou het lang vol. Het voordeel van accent 2 is dat je het langer kunt volhouden dan alleen maar 100 meter. Accent 3, loop vooral langzaam, maar ook af en toe snel. Snel hardlopen is ook hartstikke fijn voor beginners. Alleen wel over korte afstanden, van bijvoorbeeld 20 seconden of maximaal een halve minuut. Die afwisseling tussen langzaam lopen en snel lopen is heel erg fijn. En het voordeel van accent 3 is dat je de kick van hardlopen haal je niet alleen maar uit lang lopen, maar ook uit snel lopen. Dus varieer vooral langzaam en snel hardlopen. Bedankt voor het kijken. Vond het ook een interessante video? Laat het even weten door een duimpje omhoog te doen. En abonneer je op dit kanaal om op de hoogte te blijven. Tot de volgende keer voor een nieuwe video.